Sachsenhausen, het voormalige concentratiekamp, wordt inmiddels hersteld, gerestaureerd als monument. Er is een grote groep scholieren binnen, dus het is wat rumoerig.
bij de executieplaats. Hier in dit herdenkingsgebouw zijn de restanten te zien van de gaskamers, etc. Dit is de executieplaats. In dit gebouw waren de voormalige ziekenkamers. Dit zijn de ziekenhuisbarakken. Deze langwerpige stenen geven aan dat hier massagraven zijn. Dit symboliseert alle barakken die hier hebben gestaan. Ze stonden letterlijk zo in de ronde opgesteld. Hier nog een stukje van de oorspronkelijke prikkeldraadversperringen die uiteraard onder stroom stonden. En dit is het voormalige commandantuurhuis. Joop en ik wandelen naar de uitgang van het voormalig concentratiekamp Sachsenhausen. Een bezoek dat een hoop indruk op ons gemaakt heeft.